Hallo lieve steenbokjes van mij. Jullie zijn de allerlaatste reading die ik ga doen. Maar niet te kort en niet te weinig. Super mooie dingen voor jullie. Eerste week, tweede week, derde week en vierde week. En ik heb hier een clarifier voor getrokken. Ik heb iets heel leuks. Deze maand, voor oktober, heb ik de mystieke shamaan orakelkaarten set gekregen van Oracle, Koppenol. En die ga ik voor je trekken. Tenzij je zegt, ik heb niks met shamaan, is me allemaal veel te aard. Ik hou helemaal niet van veren, wil ik zeggen, maar ja, die hebben engelen ook. Dan heb ik de Enneagram engelenkaart voor je. Dus stapeltje 1 of stapeltje 2. Jij mag kiezen. En niet ruilen. Alleen de maagden, die waren de uitzondering. Welke wil je? Stapel 1? Oké, deze doe ik aan het einde. Voor mijn lieve steenbokjes. Mooie lieve aardse steenbokjes van mij. Wat heb ik in oktober voor jullie van de orakelkaarten? Deze moet het zijn. Het kolibri. Hij is al gevallen. Ik weet niet uit mijn hoofd voor wie. Super mooie kaart. Ik vind het toch. Het is bijna een beetje. Hij is in de numerologie een 8. Het is bijna een onderwaterkolibri. Prachtig, hè? Ik heb in Bonaire of op Bonaire heel vaak kolibries gezien. Ik vind het een wonder. Ik word helemaal. Nou, hysterisch is een groot woord, maar lyrisch word ik zeker. Ze is zo klein. Felgroen, super mooie kleur, nagellak zou het zijn. Vliegen zo, wauw, ik vind het echt geweldig. Oké, maar daar hebben we het nu niet over. Ik heb het nu over je orakelkaart. En ik ga hem even voor je voorlezen wat het medicijn van de kolibri voor jou is. En dat is, even zoeken. Dat is de kolibri. Kijk je nou niet goed? 26, ja, zie je, dat doe ik het weer. Ik tel het op, is beroepsdeformatie. 26, het is natuurlijk niet meteen 8. De hele wereld is niet altijd aan het optellen bij elkaar. Ik wel, ik ben alles altijd aan het optellen. Sorry. Oké, de kolibri. Het medicijn. De Jalen. Dit machtige wezentje leert je de rust in de beweging te zien en te vertrouwen op je innerlijk weten. Je kunt zeker zijn van de zoete nectar. Wanneer je niet op het juiste moment handelt, kan dit je reis bederven. Als je het gevoel hebt dat je veiligheid, gemak of het overleven van alle dag belangrijker is dan ja te zeggen tegen het verkennen van het onbekende, dan zul je veel harder moeten werken om te bereiken wat je nu overvloedig wordt aangeboden. Dus slim werken, zeggen ze. Breng je gedachten tot rust, zelfs als je een overvolle agenda hebt, en koester de vriendelijke stem die je roept om je nieuwe vleugels te gaan proberen. Nou, ik zou het wel weten als ik vleugels zou hebben van de kolibri. Wat heb je deze eerste week? Je hebt de hoge priesteres. Zo mooi. Dit zijn de zuilen uit de Kabbala. Dus de heilige paden. En het mannelijk en het vrouwelijk. Dus dat heb je ook sowieso in je. Kijken natuurlijk ook mannen. Dus het is het mannelijk en het vrouwelijk. De prachtige, ja, het zijn volgens mij granaatappels, dichte granaatappels. Zou ik erin zien, die staan ook op de traditionele Red & White en dat betekent een nieuw begin. Ze zit ook op de maan, ze zit op een volle maan. En hier zijn de maanstondes. En ze heeft ook het boek van wijsheid op de schoot en een zwarte kat bij haar. Dus zij kan alles zien. Zij kan alles voelen. Zij kan alles weten. Ook dat wat verborgen is. En hoe zou je dat nou kunnen vertalen naar het praktische leven? Ik neem even een slokje gemothee. Je zou kunnen zeggen dat dit iemand zou zijn, jij dus, die niet zozeer vooraan staat met te zeggen wat hij ervan vindt, maar je ziet het allemaal en je hoort het allemaal en je slaat het ook allemaal op en op het juiste moment kom je ermee naar buiten. Jij hebt alle polariteiten in jezelf verenigd
Je kan over elk veld meekijken, meezien, meevoelen. Terwijl het aan de buitenkant niet zo lijkt. Mooi, hè? Heel mooi. Ik zou ook kunnen zeggen, dit is informatie die je in de eerste week tot je krijgt. Maar op voelsniveau, hè? Dit is de tweede week. The Two of Pentacles. Het is een beetje life juggling. Al het aardse, het geld, de materie, het huis, de familie. Met het oneindige teken van de Magician ook. En in de Strength kaart heeft dat ook. Maar ik vind het een hele positieve kaart. Want je houdt het. Je houdt het in balans. En het hele leven is natuurlijk gewoon één grote balansoefening. En zie je ook de overeenkomsten? Dit is ook balans. Dit zijn ook de polariteiten. In de tweede week heb je ook volle maan in Ram, 13 oktober. Veel vuur, veel manifestatiekracht. Kun je dus goed gebruiken. Oké, de Page of Wands. Er is een nieuw initiatief. Er is een nieuwe actie voor je mogelijk. Je gaat iets nieuws ontwikkelen. En daar heb je heel veel zin in. Het kan ook iets heel praktisch zijn. Hè? Het kan ook... Ja, wat zijn nieuwe initiatieven? Nou ja, ik wilde voor mijn haar gisteren zwart verven. Mijn schoonzus die doet altijd mijn haar. Dat mag niet van haar. En ik zat echt te denken van... Ah, zal ik naar de etenschuur en een soort pak zwart verf kopen? Toen dacht ik, moeilijk. Ik heb het toch niet gedaan. Dat zou zoiets ook kunnen zijn. Maar het kan ook, ja, een ander zou zeggen van, nou, ze hebben een heel negatief jaar zwart verven. Ik zou het ontzettend leuk vinden. Misschien dat ik in november hier met zwart haar zit. Maar zoiets zou jij ook kunnen doen. Een beetje een onbezonnen actie, maar wel een hele leuke, zeg ik. Ik zet deze even opzij, de kolibrie. In de vierde week had je de Five of Pentacles. En dat is eigenlijk, kijk eens wat een mooi sneeuwklokje aan de voorkant. Prachtig, hè? Dat is eigenlijk een beetje denken in schaarste. Dus eigenlijk kijken naar dat wat er niet is, terwijl er zoveel is. En daar heb ik een clarifier op getrokken. En kijk eens wat er dan komt. De Four of Wands. Dus het kan best zijn dat je nieuwe actie en je juggling, misschien loopt dit wel in elkaar over, dat je eigenlijk een beetje prematuur de conclusie trekt, dat heeft me niet opgeleverd wat ik gehoopt had, Mabel, met haar stomme tarotfilmpjes. En dan toch, als een curveball, krijg je de zegen, de Four of Wands. En dat is echt... Een zwangerschap, een bruiloft, een feest, een contract. Echt vier. Dus het is echt iets aards. Iets wat je manifesteert, iets wat je neerzet en waar je heel erg blij mee bent. Dus dat is ontzettend fijn om te horen. Nu de engelen en diagramkaarten. Voor als je niet met de Germanen in zee wil. Oké, voor mijn lieve mooie steenboekjes voor de maand. Oktober mag ik een hele heldere, duidelijke kaart. Waar we op praktisch niveau ook iets goeds mee kunnen doen. Deze is het. Nee, deze heb ik drie keer getrokken. Jullie zijn de derde keer. Misschien ligt het aan mijn energie. Hè? De eenheid. Kijk. Zwanen. Een zwanenpaar. Volgens mij speelt zij het zwanenmeer. Het is 35. Dus opgeteld is een 8. Is echt je kracht, je power. En de zwanen... zijn voor een leven lang bij elkaar. En de tekst is... We sturen regelmatig mensen of dieren naar je toe... die een boodschap voor je bij zich hebben. Dus je krijgt road signs onderweg... deze maand in oktober. Wat een mooie fijne maand heb je met een mooie kolibrie. Of een hele mooie zwanenmeer. Ik hoop dat je het een leuke reading vond. Ondanks mijn gesnotten. En dat je lid wordt van mijn channel, als je dat dan niet bent. En dan zie ik je in november terug. En als je het leuk vindt om naar me toe te komen in het Echi in Battenverdorp voor een reading, ben je natuurlijk heel erg welkom. Met al mijn liefde, tot de volgende keer.